Okay, even een story time. Als je het vorige filmpje hebt gezien over de lip van de MX-5. Sorry daarvoor, die was een beetje kort. We hebben haast namelijk, want dit filmen we eigenlijk op dezelfde dag. Alleen zien jullie dit waarschijnlijk een week later. Misschien twee, ik weet niet helemaal hoe dat uitgaat. Maar de reden waarom we haast hadden is omdat mijn wielen vandaag binnen zijn gekomen. Ongeveer 6 maanden geleden. 5 of 6 maanden geleden, ja, heb ik bij Japower nieuwe wielen besteld voor de Subaru. En vandaag is dus eindelijk de dag dat ze dus binnen zijn en gaan we ze dus ook echt ophalen. Dus ik ga nu Naomi even ophalen. Waarschijnlijk gaan we even tanken als ik zo kijk naar mijn tankmeter, want ik denk niet dat ik het ga redden. En dan gaan we mijn nieuwe wielen ophalen. Let's go! We zijn in Alphen aan de Rijn nu. We hadden afgesproken om 2 uur, dus we zijn nog ietsjes te vroeg. Mijn wielen zouden hier ergens moeten gaan liggen. Als het goed is hier in deze garagebox. Wouter, als je dit ziet, ik weet niet of ik dit mocht laten zien, maar bij deze, ik heb het gelaten zien. We gaan even naar de markt. We gaan even... Oh! Lopen de verkeerde kant op. Wat gaan we doen? Eten. Eten? We gaan eerst even eten. We komen zo terug. En ja, wat heb je besteld? Een Porsche kibbeling. Oh! Oh! Ik wil nachtkoop voor je hier. Jeetje. Holy shit, hier heb ik gewoon een half jaar op gewacht. Dik. Oeh, aluminium ook. Oeh. Ik weet niet waarom, maar dit vind ik echt heel vet. Ik vind het misschien nog vetter als de wielen. Zo, wat vet hè? Oké, dat was wel het wachten waard. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Oh. Ja, een mooie film. Heb je dat al eens eerder verkocht? Ja. Oh, ze wegen ook echt niks, joh. Ja, ze zijn een stuk lichter dan je kijkt naar een Bojayer, de Jules of een Highway, joh. Ja, die daar ook voor. Dus ja. Het is altijd als je ze op een plaatje ziet, dan zijn ze niet zo heel dik. En als je ze echt ziet, dan zijn ze echt een stuk dikker. Jeetje, ik vind die rand ook zo mooi. Dit is waarom ik ze wilde eigenlijk. Het is echt gewoon. Lekker dan! Gewoon een half jaar op gewacht en nu hoppa! Yes, lekker! Oh yes. Doe maar open! Zo, top! Er past 1 doos in. Oh. Ja, deur dicht. Bing! Zo, nou, daar zijn we dan. Eenmaal thuis. Zoals jullie net hebben gezien, heb ik net samen met Naomi de wielen opgehaald. Wat jullie nu zien is wel een paar dagen later. Zoals jullie kunnen zien zitten de banden er al omheen. Er zit er ondertussen ook al een coating over de wielen om ze te beschermen.
voordat ik de specs ga vertellen over de wielen zelf en waarom ik voor deze ben gegaan en wat ik ermee ga doen, gaan we eerst even een stukje kijken over hoe ik de banden eroverheen monteer. Ik denk misschien vinden jullie dat ook wel leuk. Dat doen we namelijk ook zelf. Gelukkig, we proberen zo alles zoveel mogelijk zelf te doen. Dat houdt het wel leuk, denk ik. Dus ja, ik denk dat we daar even naar gaan kijken en dan kom ik zo meteen terug voor de specs. Zo, daar zijn we weer. Nou, zoals jullie net zagen, 4 banden eromheen en gebalanceerd. Ik ga jullie nu even wat specs laten zien over de wielen en waarom ik voor deze keuze ben gegaan. Dus in ieder geval, wat zijn het? Dit zijn NK wheels en dan het model zijn de NT03's. Ik heb zelf heel veel video's, filmpjes, dingen gekozen over... opgezocht over welke wielen ik nou wilde, want ja, zoals jullie weten zijn er natuurlijk duizenden soorten wielen en deze spraken mij het meest aan. Het originele plan was wel om ze goud te laten poedercoaten, want ik wilde ze heel graag goud om een beetje in de Subaru trend te blijven, maar ik heb ze stiekem al even op de auto gehad en ik denk dat ik toch eerst even dit jaartje sowieso zilver ga rijden en dan als ik het zat word, neem ik uiteindelijk goud. Ik heb banden erop gezet. Dat zijn, ik ben gegaan voor Michelin en dan om exact te zijn de Pilot Supersports. Ik weet niet of jullie dit kunnen lezen. In een bandenmaat van 245, 35, 18. Dus ik heb een 18 inch wiel en de breedte van de band is dus 245 en de hoogte is 35%. Het was iets met een procent in een oppervlak. Ik weet het niet helemaal meer, maar in ieder geval, wat het voor zorgt is dus dat ik dus best wel een stretch band heb, maar ook weer niet. Het is best wel een goede allrounder, denk ik. Ik was eerst voorstander van de 255, alleen ik heb wat mensen bericht die dezelfde setup rijden. En omdat het best wel een agressieve setup is, hebben ze me aangeraden om een 245 te nemen. En dan proberen achter een beetje camber te krijgen, zodat ik hem precies in de wielkuipen krijg. Verder, super mooi vind ik zelf. Ik vind dit model mooi met de dubbele spaak. Dat is een van de redenen waarom ik hem ben gaan kopen. Dat ik hem zo graag wilde. En 2 ventielen. Waarom de 2 ventielen nou zijn, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik denk dat ik daar nog even wat over ga opzoeken. Mochten jullie het weten, dan hoor ik het ook graag van jullie. Maar ik weet niet, het ziet er wel cool uit. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb heel wat bandjes en wielen vervangen in mijn leven. Maar ik heb zelf nog nooit een wiel gezien met 2 ventielen. Dit was eigenlijk weer eens een keer wat anders. Wat onderdelen ophalen en een bandje draaien. Hebben jullie dat ook wel eens een keer gezien? Ik denk in het volgende filmpje dat ik ze wel ga monteren. Ik ben super enthousiast om ze erop te zetten. Ik ben heel benieuwd hoe het past. Ik heb vandaag nog wat camberbouten besteld. Zodat ik hem achter kan afstellen. En dan gaan we het zien. Ik hoop dat ik dus
deze zomer op een mooie nieuwe set wielen rijden. En dan, ja, dat ik er gewoon trots op mag zijn. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik zie jullie weer in het volgende filmpje. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Was weer eens wat anders. Maar waarom ook niet, hè? Tot de volgende.